Ben je een beetje spelletjesman? Ben jij... Ja, wat dacht jij? Wie is de mol? Ja. Natuurlijk. Nee, ik, ja, nee, ik vind het echt heel erg leuk. En dit spel is ook waanzinnig leuk om mee te doen. Niet alleen als kijker, maar je kunt ook gewoon thuis meedoen op je tablet en je telefoon. Luister, je hebt niet voor niks twee tablets, ja, meegenomen. Toevallig. Dus kijk, we hebben drie vragen geoefend. Ik krijg andere vragen, maar ik vraag jullie echt om me te helpen. Rick gaat me een aantal vragen stellen en die moet ik proberen te beantwoorden. Ja. Oh jongens, het moeilijk is. Wat ontbreekt er aan Rick? Niemand. Ja. Ja. Nou, kom maar op met de eerste vraag. Eens eventjes, hij moet even laden. Hij moet even laden. Het lijkt me vooral in de kerststemming dit. Hoezo kerststemming? De 12 Days of Christmas, 5 Golden Rings, dat is toch een van de dingen van de 12 Days of Christmas? Oh ja, is dat zo? Oh. Ja. Oh, kijk eens, daar is de eerste topografie of iets? Ja, waar vind je de keukenhof, oh, Umberto? Mijn hemel, waar vind je de keukenhof? Oh, die weet ik. Hier ergens. Je mag, gewoon je mag hier, je opleggen. Nee, boven. Tap, hier. Mogen. Nee, naar beneden. Hoezo is die daar? De keukenhof is hier. Nee, maar je zit laag. Je hebt hem al ingetoetst. En Umberto, volgens mij heb je het niet goed gedaan. Nee. Ja, het is wel. Het is wel goed. Hè? Het zit goed. Zie je? Raak links. Net in de ring. Dat is Lisse. Je hebt Lisse net goed gedaan. Net goed in de ring. Nou. Zullen we nog een vraag doen? Ja, nog een vraag. Oké, kom maar door. Een hele grote ring. Een hele grote ring. Ja, maar die ring wordt ook op een gegeven moment kleiner, hè? Als je het niet goed doet. Ja, dus je bent nu naar de volgende ronde en dan wordt de ring kleiner. Dus het wordt een stuk lastiger. Oh, kijk eens, je ziet een olifant. Waar zit het rechteroog bij deze olifant? Oh! Moet je voorstellen dat jij die vloer opgaat met de ring. Waar zit het oog? Ik denk dat het oog zit ongeveer... Het rechteroog, Humbert. Het rechteroog. Het gaat over het rechteroog. Nee, hier. Je ziet het linkeroog. Je ziet het linkeroog. Dus je moet ongeveer... Nee, naar beneden. Iets naar beneden? Ja, toch? Het is zo'n beetje. Hier. Nee. Je moet het boven het andere oog zetten. Kijk, en zo gaat het dus bij ons in de studio ook. Het is fout. Waar zit het andere oog? Het is het andere oog zetten. Maar waar is het? Daar. Boven zijn mondhoek. Ongelooflijk, hè? Jij zit bij zijn oor te kijken naar zijn oor. Ik zit gewoon totaal verkeerd. Snap je hoe moeilijk het spel is? En dat hebben dus onze kandidaten ook. En daarom is het zo leuk om thuis ook mee te kijken en te spelen. Het is echt... Je weet niet wat je ziet. Maar het aardige is, want dit is een programma... Komt er nog een vraag? Nee. Het aardige is jij doet het in Nederland. Maar dit is ook meteen een internationaal format. Ja, zeker. Engeland heeft het al opgenomen. Frankrijk en Amerika zijn ook bezig met opnames. En dan krijg je meteen een heel ander soort spel. Maar is het een Nederlands idee, dit spel? Het is bedacht in Engeland bij ITV. Maar Talpa heeft het helemaal ontwikkeld. En Nederland is het eerste land waar het programma gemaakt is en waar het ook uitgezonden gaat worden. Maar toen je